uur lang alleen maar blauw voedsel eten. Hoi, ik ben Bo en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik voor jullie weer een nieuwe challenge. Ik ga namelijk vandaag 24 uur lang alleen maar blauw voedsel eten. Ik heb het al een keertje eerder gedaan, dus heb ik 24 uur lang alleen maar geel voedsel gegeten. En heb ik 24 uur lang alleen maar het dieet van de model gevolgd. Dus mocht ik alleen maar heel gezond eten. Ik zit eraan te denken om hier een soort van maandelijkse of één keer in de twee weken serie van te maken. Waarin ik dus elke keer 24 uur iets ga doen. En dat kan iets zijn met eten, maar dat kan ook iets anders zijn. Als jullie het leuk zouden vinden, laat het me dan even weten hier in de poll. En als je ideeën hebt voor een 24 uur, wat ik dan 24 uur moet doen, laat het even weten in de reacties. Dan gaan we nu snel beginnen met de challenge. 24 uur lang alleen maar blauw voedsel eten. Voordat we gaan beginnen wil ik jullie nog even vragen om een pluimpje omhoog te doen. Hieronder te abonneren. En let's get started! Goedemorgen allemaal, daar ben ik weer. Ik ga zo meteen naar de supermarkt, want ik ga vandaag dus 24 uur lang alleen maar blauw voedsel eten. Nu heb ik net al even gezocht op de supermarkt-site. En het is serieus echt heel erg moeilijk, want er zijn echt niet veel blauwe producten. Of in ieder geval wel veel producten met een blauwe verpakking. Maar niet veel producten die echt blauw zijn, die je kan eten. Want ik wil niet producten doen met een blauwe verpakking. Ik wil echt alleen maar blauwe producten doen, zeg maar. Als je snapt wat ik bedoel. Maar goed, ik ga dus ook kleurstof halen, zodat ik sommige dingen kan bijkleuren. Want ik heb al een heel leuk idee voor het avondeten. Vertel ik jullie straks meer over. Maar ik ga denk eerst maar even naar de supermarkt en dan maar gewoon kijken wat ik kan vinden. Want het is echt best wel moeilijk, denk ik. En ik denk ook wel dat het echt een opgave wordt. Maar goed, laten we snel gaan naar de supermarkt. Let's go! Ik ben weer terug van de supermarkt. En ik heb helaas niks gefilmd in de supermarkt. Omdat ik mijn camera thuis was vergeten. En daar kwam ik pas achter in de supermarkt. Dus sorry dat ik er niks heb gefilmd. Maar ik ga jullie alsnog even laten zien wat ik gekocht heb in de supermarkt. Ik begin even met het ontbijt, zeg maar. Wat ik als ontbijt heb gehaald. Want ik moet zo meteen ook nog ontbijten. Ik heb als ontbijt, even kijken, deze gehaald. Bosbessenkwark. En ik ga ervan uit dat deze blauw is. Weet ik niet zeker, omdat ik natuurlijk de verpakking niet wil openmaken in de winkel. Maar goed, we hebben dus deze kwark. En daar ga ik dan lekker blauwe bessen bij eten. Ik heb twee pakjes blauwe bessen, want die waren 1% gratis. Dus dan nemen we er twee mee. Dus ik kan ook lekker als tussendoortje eten. Dan als middageten heb ik zo'n deegpakketje gekocht van Danarol. En daarmee kan je dus broodjes maken. Maar die broodjes zijn niet blauw. Dus daarvoor heb ik kleurstof meegenomen. Dan gaan we de blauwe kleurstof erheen doen. En dan krijgen we dus blauwe broodjes. En op die blauwe broodjes ga ik dan blauwe muisjes eten. En hier zitten ook witte muisjes in, want het is blauw en wit. Dus ik moet al die witte eruit gaan halen. Maar goed, we gaan straks zien hoe dat gaat. Als avondeten ga ik vanavond lekker pannenkoeken eten. En ik heb dit pakketje had ik nog thuis liggen, dus ik heb dat niet hoeven kopen net. Maar ik laat het toch even zien. Ik ga dus avondeten pannenkoeken eten. Hier hoef ik alleen maar melk bij te doen. En daar ga ik dan blauwe kleurstof bij doen. En dan heb ik blauwe pannenkoeken. En op de pannenkoeken heb ik dan nog slagroom waar ik blauwe kleurstof heen doe. Dan krijgen we dus blauwe slagroom. En ik kan daarop dan nog lekker blauwe bessen doen. Dus alle maaltijden voor vandaag zijn al geregeld. En als tussendoortje heb ik lekkere M&M's. En ik mag alleen maar de blauwe M&M's. Dus die moeten we er straks even uithalen. En ik heb als drinken gaseuzen, want ik kon niks anders vinden. Want ik vind van die sapjes met blauwe bessen of zo niet heel erg lekker. Dus ik dacht, ja, dan blijft alleen maar dit over. Dus het wordt lekker gaseuzen drinken vandaag. Dan waren dit alle boodschappen. Ik ga nu eerst even lekker mijn ontbijtje maken. Kwark met blauwe bessen. Dus ik ben zo weer terug. Mijn ontbijtje is klaar. En ik heb hier de kwark met blauwe bessen. Nu is de kwark wel wat paarsig. Maar op beeld is het nog erger. Maar in het echt valt het wel mee. Maar het is wel wat paarsig. Maar goed, het kan ermee door. De blauwe bessen zijn in ieder geval wel blauw. En dan heb ik als drinken gaseuze. En ik had eigenlijk echt wel een sapje mee moeten nemen, bedenk ik me nu net. Want dat is altijd beter dan gaseuze in de ochtend. Maar goed, ik ga even gaseuze drinken, de kwark opeten. En ja, dan zit het ontbijtje er alweer op. Het ontbijt zit erin. Of in ieder geval, ik heb de kwark gehad. En die was super lekker met de blauwe bessen. Maar de gaseuze heb ik niet opgedronken. Want gaseuze in de ochtend is zo zoet en er zit prik in. Dus dat trok ik niet helemaal. Dus de gaseuze heb ik niet opgedronken. Maar ik ga me nu even klaarmaken. Ik heb het al gedaan, dat wou ik zeggen. Maar ik ga nu nog even wat dingetjes doen voor school en wat andere dingen. En dan ga ik rond 12 uur of anderhalf uur, het is nu 10:30, ga ik mijn lunch maken. En mijn lunch wordt dus de broodjes in de oven met de kleurstof en dan met de blauwe muisjes. Dus dat wordt heel erg lekker, denk ik, hoop ik. Maar goed, ik ga even wat dingetjes doen en dan ben ik zo weer bij jullie terug.
Het is inmiddels 12 uur en ik ga mijn lunch maken. Ik heb hier de broodjes, in ieder geval deeg. En dit is voldoende voor 6 broodjes, maar ik hoef er zelf maar 2. Dus ik ga 2 met blauwe kleurstof doen en de andere 4 leg ik gewoon op de bakplaat. Want mijn zusje ook nog thuis. Dus die kunnen wel gewoon een normaal broodje eten. Die hoeven geen blauw broodje te eten. Dus ik ga 2 blauwe broodjes maken. En dan, terwijl ze straks in de oven zitten, moet ik even de blauwe muisjes gaan sorteren. Want ik mag ze alleen de blauwe muisjes en niet de witte muisjes. Ook hebben we hier de kleurstof. Dus ik ga even het deeg kleuren. Ik heb dus net het deegbolletje uit de verpakking gehaald. Maar het broodje is eigenlijk al klaar. Dus je hoeft hier niks meer aan te vouwen of zo. Dus ik moet het hele broodje eigenlijk kapot gaan maken om ze dus blauw te krijgen. Heb ik niet helemaal slim over nagedacht. Maar goed, ik ga ze even, ja, een beetje open doen. En dan ga ik er maar gewoon kleurstof in doen. En dan net zo lang kneden tot ze blauw zijn. Oké, ik ben het deeg aan het blauw maken. En echt mijn hele handen zitten eronder. Ik had echt handschoentje aan moeten doen. Maar kijk, het lukt al best wel goed. Maar het deeg is heel erg moeilijk. De kleurstof, zeg maar, die hecht heel moeilijk aan het deeg. Dus het is wel een dingetje. En mijn handen zijn lekker blauw. Dus mooi bij het thema. Oké, ik heb mijn handen echt 3 keer afgewassen met Dreft, zeep, een borsteltje erbij. En kijk naar mijn handen. Kijk, het wil er gewoon niet af. En ik had het ook echt wel kunnen verwachten, want het is kleurstof. Maar goed, heel erg fijn. De broodjes zijn in ieder geval wel een soort van gelukt. Ik ga het even laten zien. Ze zien er nu zo uit. Dus het is wel echt blauw, zeg maar. Maar goed, hoe dit in de oven wordt, weet ik natuurlijk niet. Ik ga ze nu in de oven doen. En dan gaan we over 10 minuutjes naar de oven. En kijk, ze zijn dus wel blauw, maar het is heel gek. Ah, heel eet. Maar kijk, ze zijn dus blauw. Maar niet helemaal blauw, want je ziet toch wel dat deeg zo er doorheen. En we zijn hier bezig met sorteren van de blauwe muisjes en Roosje me aan het helpen. Very handig. Maar het is echt een gedoe, want we hadden net al heel veel gesorteerd. En toen gooide ik er wat bij, maar toen was echt alles weer door elkaar. Dus ik ga mijn broodje beleggen en ik ga dus een blauw broodje eten met blauwe muisjes. En Roos mag gewoon lekker een ander broodje eten. Dus eet smakelijk en we gaan zo even lekker lunchen. Ik heb hier mijn lunch. Blauwe broodjes met blauwe muisjes. En blauwe gaseuzen, dus eet smakelijk. Ik had het serieus niet verwacht, maar broodje is eigenlijk nog best wel lekker. Het smaakt er gewoon naar een broodje met muisjes. Dus ik ga nog even verder opeten. Eet smakelijk. Het is inmiddels iets later en ik had heel erg veel zin in ijsje en Roosje ook. Dus zij een ijsje gaan halen. En ik heb een blauw ijsje. En ze hebben dit heel speciaal blauw gemaakt voor mij, want ik mag geen ander ijs, omdat ik alleen dus maar blauw eten mag. En ik ga nu even lekker het ijsje opeten. En dan ga ik zo meteen denk ik over een uurtje of zo bezig met avondeten. En dan ga ik de pannenkoeken bakken. Heel veel zin in, maar eerst even genieten van het ijsje. Yes jongens, het is tijd om het avondeten te gaan maken. En ik heb er heel veel zin in, want ik ga lekkere pannenkoeken maken. Meestal als je pannenkoeken gaat maken, dan moet je helemaal eieren erbij doen. En dit erbij doen en dat erbij doen. En dan is het heel erg veel gedoe. Maar ik heb nu wat nieuws en dit is van Homemade. Dit is sinds kort verkrijgbaar bij de Jumbo. En dit is gewoon een pak. En dat heet Shake & Bake. En dit is dan pannenkoeken naturel. Maar ze hebben ook meerdere soorten. De Shake & Bake is een nieuwe collectie van Homemade. En ze hebben nog veel meer leuke dingen zoals bijvoorbeeld wafels. Daar hoef je alleen water bij te doen. Maar vandaag gaan we dus de pannenkoeken maken. En hier hoef je alleen maar melk bij te doen. Dus super makkelijk en handig. Op de achterkant staat de beschrijving. En er staat belangrijk. Schud de pak met de dop naar beneden voordat je de melk toevoegt. Zodat de mix goed loskomt van de bodem. Nou, stap nummer 2. Voeg de melk toe tot aan het pijltje. En ik had dit nog helemaal niet gezien, maar dit is super handig. Want ik had het zelf al afgemeten in de maatbeker. Je moest er namelijk 600 ml in doen. Dus deze 600 ml ga ik even overschenken in het pak. Nou, de melk zit er precies tot het pijltje in. En wat ik hier zo handig aan vind, is dat je ten eerste geen maatbeker hoeft te pakken. Dus je hoeft niks af te meten, helemaal niks. Je kan het gewoon makkelijk in het pijltje doen. En je zit ze ook nooit fout dat je te weinig of te veel melk hebt. Nee, je hebt het gewoon in één keer goed. Dus iedereen kan dit doen en het is gewoon super makkelijk. Stap nummer 3. Doe de dop weer op het pak. Even vastdraaien. 4. Draai het pak ondersteboven en schud trek 1 minuut krachtig totdat de mix helemaal gemengd is. Ik heb het pak met daarin het beslag een minuut lang geschud. Maar wat ik me dus bedacht was, ik moet blauwe pannenkoeken eten en niet gewoon naturel pannenkoeken. Dus ik moet er nog even wat kleurstof bij doen. Ik heb het pak maar even geschud en zoals je ziet, het hele beslag is gewoon blauw. En het handige hieraan is, je hoeft dit nu niet meer in een beslagkom of zo te doen. Dus deze kan wel weg, die is gewoon helemaal overbodig. Want ik kan zo vanuit het pak hoppatee in de pan schenken. Heel erg handig, dus laten we dat maar gewoon gaan doen. Laten we pannenkoek gaan maken. En wel blauwe. Oké jongens, de eerste pannenkoek is aan het bakken en kijk even hoe vet, gewoon een blauwe pannenkoek. Ik ga alle pannenkoeken bakken en ondertussen heb ik hier al het bakje met de slagroom die ik even ga opkloppen. Dus
Ik ben heel erg benieuwd. Pannenkoeken straks ook super lekker zijn, vast wel. Maar het is super gek, want we gaan dus gewoon blauwe pannenkoeken maken. Maar goed, ik ga even de slagroom opkloppen en de pannenkoeken bakken. En dan ben ik zo weer terug. Yes jongens, het is gelukt. Ik heb hier twee lekkere pannenkoeken. Ze zien er helemaal blauw uit. Hoe cool. Ik ben nog niet helemaal klaar met bakken, want ik ga nog een paar extra pannenkoeken erbij bakken. Die ga ik zelf niet opeten. Maar mocht iemand hier thuis nog lekkere pannenkoeken willen, dan kan diegene ze lekker opeten. Ik heb hier ook de blauwe besjes die ik er zo meteen op doen. En ik heb hier slagroom die niet helemaal stijf wordt. Dus ik weet niet of die slagroom gaat lukken. Maar anders houden we het gewoon lekker bij blauwe besjes. Ik ga het even opmaken, de laatste pannenkoeken afpakken en dan lekker eten. Yes, mijn pannenkoeken zijn helemaal klaar. Zie hoe lekker het eruit ziet. Het is met de slagroom, de blauwe bessen, blauwe pannenkoeken. En behalve dat het heel erg lekker is, denk ik tenminste, ik ga het zo meteen proeven, maar ik ga er wel van uit. Was het ook super makkelijk te maken met natuurlijk het shake and bake pak van Homemade. Mocht het jou op zijn gevallen, ik heb even andere kleren aangedaan, want ik heb net een Instagram foto gemaakt. Ik mag namelijk iets super vets aan jullie weggeven. Ik mag 5 van jullie blij maken met een compleet Homemade pakket. Met daarin shake en bekers voor pannenkoeken, wafels en cupcakes. Dus wil je daar nou kans op maken? Dan hoef je alleen maar naar de link in mijn beschrijving te gaan. Dan ga je naar de Instagram post. En dan kan je daar de stappen bekijken om mee te doen. En wie weet kan jij dan binnenkort ook wel lekkere pannenkoeken, cupcakes en wafels maken. Dus check even de Instagram post in de beschrijving. Maar eerst ga ik nu lekker eten, dus... eet smakelijk. Ik zit lekker op de bank en ik heb net genoten van de heerlijke pannenkoeken met slagroom en blauwe bessen. En ze waren echt heerlijk, maar ik zit zo vol. Ik ga nu nog eventjes wat dingen afmaken en dan ga ik straks vast nog wat snacken. Maar ja, ik mag dus alleen maar blauwe dingen snacken. Ik heb net ook een glas gazeuzen gehad bij het eten en die gazeuzen echt... ik kan het gewoon niet lekker gaan vinden. Ik weet niet waarom. Maar in ieder geval, ik ga nu even dingetjes afmaken en als ik weer wat ga eten of ga drinken... dan laat ik het jullie weten. Het is inmiddels iets later en ik heb best wel zin gekregen in een snack. Ik was ook even serie aan het kijken, dus ik dacht, ja, ik wil hier toch even wat bij hebben. Wat drinken, wat eten. Dus ik heb een glas gazeuse. En ik heb hier een zak M&M's. En ik heb alle blauwe M&M's eruit gehaald. En die heb ik in een bakje gedaan, dus ik heb hier ook blauwe M&M's. En dit ga ik nu even lekker eten. En wat me trouwens is opgevallen vandaag, is dat ik echt heel erg weinig gedronken heb. Omdat ik die gazeuse dus gewoon echt niet lekker vind. Maar ja, goed, weet ik voor de volgende keer. Ik moet er gewoon even een zapje bij halen of zo dan. Ik ga hier even lekker van genieten tijdens mijn serie. Dus enjoy! Goedemorgen allemaal. Het is inmiddels 12 uur, de volgende dag. Wat betekent dat mijn 24 uur blauw voedsel eten erop zit. Nu ben ik gisteravond eigenlijk, ja, ik ben het niet vergeten. Maar ik was super moe nadat ik die snack had gehad met de blauwe M&M's en de gazeuse. Dat ik gewoon ben gaan slapen en ik had echt zoiets van nee, ik wil niet nog een stukje filmen. Dus daarom doe ik het nu even. Maar ik heb het 24 uur lang blauw voedsel eten, dus helemaal overleefd. Dat was de tweede video en ik vond het een hele leuke challenge om te doen. Nu moet ik wel zeggen, ik vond het blauw voedsel eten wel het moeilijkste wat ik tot nu toe 24 uur heb gedaan. Want het gele voedsel was nog wel te doen, omdat je nog best veel gele producten hebt. En het modellen dieet was ook nog wel te doen. Maar dit was dus echt super moeilijk. Ik vond het in ieder geval wel heel erg leuk om te doen. En ik hoop dat jij de video ook heel erg leuk vond om te kijken. Vond je de video nou leuk om te kijken? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je onder ook niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook zeker weten niet mee te doen aan de leuke giveaway op mijn Instagram. Linkje in de beschrijving. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Doei doei!